sorry Dylan, maar jij bent de slechte imposter. Ik zat de hele tijd met onze vriendelijke neighborhood, Spider-Man en Nipple Kid 69. Ineens dat is maar een... onze Blade dood is. Shapeshifter. Misschien was Axel wel de imposter. Nu ben ik voor. Fuck kan ik dat? Joris, ik zat een hele tijd bij u, ik heb niets gedaan. Ja, dat klopt inderdaad wel. En ineens is onze Blade dood. Dus sorry joh. Maar we houden van het vak joh. Nee, dat komt er niet meer weg. Dat houdt het niet meer aan. Krijg schijnt. Koen, Axel noemt me Nipple Kid 69, dat is alleen een 6. Dat is alleen een 6. Imagine the 9, imagine the 9. Oh, dat is... Oh, fuck, we hebben dat aanstaan. Invincible, you know. Dus ik word gekild door mijn eigen. Ja, ik dat was echt, weet niet. Ik was er van, oh weet je wat, ik verander wel in Kenzo en ik ga wel kijken of die andere twee eraan komen. En dan staat Kenzo daar, ik denk van, weet je wat? I'm a kill this man, I'm a kill this man. Dus ik fix the lights. Ik probeer terug de vent in te gaan als engineer. Hallo. Wie staat daar? Fucking Dylan, als mijn eigen. Nee, jij stond daar. Ik was mijn eigen te beginnen. Bro, de enigste, het engste wat er is als je gewoon jezelf op je af ziet komen. Ja, dat is echt eng. Dat is echt eng. Ik ben eerst van, wojo, hey, kom dan. Oké, we muten weer. Bitch. Dylan, wilt je nog iets uitleggen? Ja, ik was een electrical alleen, dus jij bent het Kenzo. Wacht! Oh, de shapeshifter! Axel. Daarom dat ik een Oni-chan zag voorbij lopen. Ik was een electrical, ik was mijn task in electrical. Ik kwam van admin. En dan ging ik naar electrical. Ja, ik was volledig rondgelopen, ik was naar... Ik was bezig met weapons, ik zie een Oni-chan naar boven lopen. Ga je in O2 gaan kijken, ligt Nibble Kid daar dood. Wacht, waar is O2 ook alweer? Is dat links? O2 is juist onder weapons links. Ja, ah, ja. Zo onder shield niet? Nee, onder weapons links. Ja, ik was een electrical, dat ik ben thuis en ik kwam van admin. En wat waart je aan toen in de midbay, Axel? Task. Wat? Welk? Welke task? Wow, het kan ook een self-report zijn. Je mag mij eruit... Je mag mij eruit foto, maar... Oké. Voilà. Meer moet ik al niet weten, het is Dylan. Hij springt direct op die fucking dingen. Wat doe ik van de memes? Genius, motherfucker. Genius, jongens! Jullie zijn geweldig. Dank u. Ik ben okay. Ik heb ook wel een paar filmpjes zitten kijken. Ik ben ultra hard sound. Ik heb niet eens video's gekeken, man. Zo, jongen. Je bent echt zo fucking... Je kent mij nu toch wel. Als ik iets zeg en dan meteen erop afgaat, dan toch voor de memes. Ja, maar dat nog. Allee. No shit, ik dacht serieus dat Kenzo het was, ook al was ik dood. Dus je ziet wie dat je gekild heeft. Ik dacht serieus dat Dylan het was. Ik dacht echt serieus dat Dylan het was. Alleen... Opeens. What the... Wow. In één keer, en ik denk Dylan zegt... Ja, ik was alleen in een lengtruck. Ik denk, lul. Poot hem eruit. En letterlijk. Ik zie in één keer... En ik dacht, genius boys. Genius. En ik meende dat serieus. Het was niet sarcastisch. Let's go, jongens. Big brain. Ik kan dat echt niet door. Ik krijg aids. Ja, jongens, toch.
Bro, Axel, ik heb jouw hart getrisectied. Fuck you. Kenzo, leg eens uit wat er is gebeurd. Kenzo, leg eens uit. Kenzo, leg eens uit wat er is gebeurd. Nou, wij waren Axel en ik waren allebei een admin. En opeens ben ik klaar met mijn task. En ik kijk op het hoekje heen. En daar ligt. En daar ligt Ken. Daar ligt Joris dood. En de Kenzo loopt. Allemaal die fucking admin. Gaan we het zo spelen? Gaan we allemaal bij elkaar blijven? Letterlijk, we waren het kan doen. Joris was daar puur bij toeval. Ja, Axel en ik waren rond aan het kutten. Joris was daar puur toeval. Ik ken Dylan als maar Kenzo, hoe blind ben je? Ik was wires aan het doen. Ik was wires aan het doen, recht voor Joris' neus. Dylan, ik was niet helemaal... Ja, dat was dus mijn plan. Maar Rikken, zeg ik al alle fucking drie bij elkaar! Dat was letterlijk ik ben eruit gekikt. Ik vond dat zo funny, opeens kom ik toch uit mijn desk en dan ligt Joris en Kenzo rent gewoon weg. Ik zag mezelf wegrennen. Oh, okay. Alsof ik in de spiegel keek. We zijn wel echt hilarisch. Oh, weet je, wat de fuck is dit nou weer? Het was letterlijk echt gewoon puur toeval dat Joris ook in admin zat. Ja, het was echt toeval. Ik had Axel echt hard getrisext die trouwens, was echt funny. ik dacht echt van oh shit. Wie was aan het falten als eerste? Wie heeft als eerste gevallen? Joris, mechanic. Mechanic. Ja, maar mechanic zal altijd iedereen zien dat ze dingen zijn, dat is het funny. Ja, maar ik doe dat altijd. Kut card swipe. Wat de. Oh, dankjewel. Echt dat? Maar ik ben fucking snel aan het doen! Dus ik zie mijn eigen. Ja, ik denk dat het Joris is. Voor één reden. Joris en ik liepen allebei al in naar Electrical. Daarna gingen de lights uit. Ik ken zo'n Electrical! Ik zag letterlijk twee keer mem. Nee, wat is er gebeurd? Wat happened? Wat is... Ik liep Electrical binnen en Kenzo stond langs dat fucking lichaam. Maar Joris, jij ging al naar Electrical, want daar gingen we samen heen. En daarna was ik van, I'm not doing this shit. En toen ging ik weg. Ja, maar ik was er al. Ja, hoe de fuck kan... Ik stond Electrical binnen door je lichaam. Ik zat boven de kast te doen. Ik loop om de kast heen. Die fucker staat daar bij Electrical, bij dat door je lichaam. Waarom heb ik ook zo'n gevoel dat Joris is? Wat doen dit Joris? Dit is helles dus. Want de deuren waren ook nog dicht. Ik had gewoon in Axel moeten veranderen. dan had het nog niet gewerkt, want ik was scientist. Ik was echt scientist is nutteloos, je hebt nooit genoeg ik tijd was om echt bang, jongen, want nee, jongen, ik zag Joris net... Scientist heb ik de vorige keer iedereen geneukt, dus... Scientist is perfect. Scientist is geweldig, alleen ik echt, heb één... Een... Zeker met zo weinig... Mijn probleem is... Maar weet je wat mijn probleem is wel als scientist ben? Ik vergeet altijd okay. Zeg op de knop terug hebben, te duwen, we hebben... Ik mijn secondes verspild. Ja, daarom heb ik ook al de secondes omhoog gezet. Oh wow, dat is nice. Oké, we hebben één guardian, of we hebben één scientist en één engineer. Dat is één iemand dat is de dingen altijd. Moeten we dat veranderen naar twee engineers?
Of wil je het zo houden? Nee, gewoon zo laten. Nee, dat klopt. Oké, want ik was net de hele tijd crewmate en ik werd er een beetje misselijk van. Bro, jij werd met de hele tijd crewmate? Ik net ook al 2 krachten in elkaar bijna. Ja, 2 keer. Ik ben net 3 keer. Dus fuck jou. Big stronk. Enzo, als ik aan het twiggelen ben, wil ik zeggen dat ik u wil lokken naar iets. Ik wou even ja, laten maar kijk, ik... dan vertrouw ik u niet, gast. Nee, ik wou fucking met bij jullie de dingen laten doen, jongen. Waar? Ik kreeg bij weapon, ik zag geen dode body, maar ik kreeg bij weapons een dingen. Ik heb dus al mijn tasks trouwens gedaan. Mijn laatste task was clean the vent. Ik weet niet veel, maar ik moet nog checken. Ja. Ik ben engineer. Waar? Die zag mij, als je mij zag venten, Axel electrical. Was zeg, hè? Ik ben een top engine momenteel. Nee, wat zet jij? Crewmate. Kan niet, want ik ben crewmate. Ik haat. Oké. Ik zag trouwens een deur sluiten naar cafeteria. Ja, die deuren waren een keer gesloten en ik weet niet hoe dat ik die deuren moet sluiten, dat is het probleem. Zeg, de draaiharder die elke keer zijn echt. Dat is helle zus. Dat is helle zus. Chillen, serieus. Axel heeft zichzelf daar juist verraden. Nee. Hij zegt dat hij gewoon crewmate is. Ja, ik maar misschien kan crewmate. Jij. Misschien kan hij wel de crewmate zijn. Hoe de fuck moet ik weten dat jij crewmate bent? Axel voort mij maar niet, je zegt gewoon een Axel. GG. Wait, wat? Dylan? Nee, ik op mezelf. Wait. Wat? Zeg hem. Axel, zeg hem. Ja? Maar ik... Waarom vot je dan op je eigen? Wat maakt dat nu uit? Ik heb me zo hard verraden. Ik heb me zo fucking hard verraden. Wat? Hoezo? Hoe? Kleine vraag. Wie had niet door dat hij geraakt werd door een shield? Ik. Ik had iemand geprotect. Ik werd geprotect. Ik dacht even van godverdomme kanker, Joris. Fuck you. Ja, want ik wil het zeggen. Opeens
gewoon Axel liep langs ja, mij. En hij stond Giro. Stil. En hij stond even stil. En ik dacht van, oh, hij is even iets aan het kijken of zo. Dat had ik gewoon. Maar volgens mij had hij me dan gewoon gekild. Nee, maar nee, zeg maar, zag je dat blauwe schild niet? Dat je me waarschijnlijk. Nee, ik zag alleen. Bij de meeting zag ik alleen. You have been protected by dingen recently. Weet je wat ik ook graag vind? Wacht, was die range verminderd, Dylan? Want ik had hem nog een keer gezien, maar ik kon hem niet meer vermoorden. Niet dat ik het weet, maar... What the fuck nu? What the fuck? Dit was heel onnodig. Waarom? Ik wil één ding zeggen. Dylan is clear. What the fuck, wat is dit? Waarom? We hebben maar één ding! Waarom weet je hem? Omdat visual tasks aanstaan, ik heb Dylan weapons zien doen. Dat is yeah. Oké, okay, fijn, dus nu blijven we samen en dan gaan we zo what the iedereen fuck? Om te doen. Oh, nee, dat is oké, okay, dat is een beetje gay, niet? Oké, okay, dat gaan we doen, fijn. Dus nee. We blijven nu allemaal samen, we gaan allemaal onze button thuis doen, oké. Okay. Dus wacht, oh, ik, Joris en Axel blijven samen. Een van ons is de imposter. Ja. Wat de fuck moet ik dan gaan doen? In de vents gaan houden omdat ik de engineer ben. We blijven allemaal samen, we gaan allemaal onze benaf. Nee, niet allemaal. Als ik opeens mezelf zie lopen, hè jongen. Jij, ik en Axel blijven samen. Oh ja, zelf muten. Ik was... Wie de fuck? Wat de fuck? Dat zal Axel zijn, want ik was lights op fixen. Ik heb lights gefixt, Axel. Oké, willen jullie wat leuks weten? Oké, even Monto, weet je wat gebeurde? Ik en Joris waren bij elkaar, we waren in dat bobbeltje omdat we bang waren, bleven bij elkaar. Opeens komt er nog een Joris in dat bobbeltje. Ik was hem aan het stressen. Kijk hè. Ik wil maar één ding zeggen hè. Axel, Joris en Dylan bleven bij elkaar. Ik was de lights. Ik was zo bang. Wie stond er rechts en wie stond er links? Jongen, ik heb lights gedaan. Nee, ik heb lights gedaan, Axel. Oké, wie stond er links van de tafel en wie stond er rechts van de tafel? Wie stond links, Dylan of mij? What the fuck, hoezo moet ik dat zelfs weten als ik bij fucking lights zat? Waar liep ik heen toen de vorige dingen weggingen? Ik weet al genoeg. Waar liep ik heen toen de vorige emergency meeting wegging? Waar liep ik heen? Jij liep rechts naar boven. Ja, daar zat hem toch... Een hele tijd even. Jij waart uw tasks daaraan toen. Okay, jij bij Joris en Axel ging daarheen. Als we willen dat de game doorgaat, moeten we twee mensen nu skippen. Maar ik heb al gestemd, dus het kan zijn dat het gevaarlijk glad ijs wordt. Kom Axel, we skippen wel. Ja, als jullie twee skippen, dan... Dan is het waarschijnlijk. Mijn vraag is nog steeds eigenlijk... Joris, waarom voot je mij? Waarom voot jij Joris? Ik heb Joris niet eens gevoot. Jawel, want Axel en ik... Je was zus bij de baan van de tafel. Axel en ik waren de enige die nog niet moesten voeten. Oké. Kan zo. Want het is zo vermoeid om die knop in te draaien. Yeah, sorry. Ik wist niet. Ik dacht dat je nee knikte. Ik denk oké. En waarom... We willen jou eruit stemmen, Kenzo. Doe maar. Oké.
We weten als het niet zo is, dan weten we gewoon al wie het is. Ja, als het niet mag. Maar het probleem is, iedereen heeft zijn fucking emergency button al gebruikt. Ik niet. Ik nu. En hopelijk was het de goeie. Ja, het was de verkeerde. Anders GG Axel, goed gespeeld. Fuck! Weet ik doei jongens! Hey, je hoort dat ook doen. Oh, hallo! Hey! Nu moeten we gewoon zien te overleven zonder Axel's kill! Zet in de Nautilus! Ik zie mezelf achter me aanrennen! Help me! Please, je iemand. Mag wachten ze leven. Als je blijft rennen, wordt Axel op een gegeven moment zichzelf terug. Bitch. Ik moet de tasks doen. In die nadeel shit in de vent. Want jongens, heb ik geen emergency meeting meer. Wacht joh, als ik neem de chase over. Joris? No worries jongens, ik neem daar ook wel de chase over. Ik groet samen met mijn vriendjes. Wat zijn jullie? Ik ben beneden. Langs de containers. Nog een container. Ik ben niet zo dat ik ga hier joggen. Ik ben nu linksonder. Ik ga naar rechts met laat me met rechts. De jokes. Je was mij geen engineer. Nee, ik ben cool. Wacht, Axel, laat me überhaupt even mijn task doen op het einde. En daarna neem ik al de chase over. Ik krijg lach als ik jou tegenkom. Ik ben in de gang. Ik voel me nog steeds heel angstaanjagend. Oh, zijn ik had je was... al zo lang moeten killen. Ik ga je nu killen als ik in de buurt ben. Fuck! Nee! Ja. Wat zijn jullie? Nee! Oh nee, jongens! Ik kan niet! Veranderen niemand anders. Ja! Ja! Doei! Mijn knop werkt niet. Daar is het Joris gewoon. Wacht. Axel zegt klaar ik heb je mijn killknop doen. En jij? Misschien is het Joris. Misschien is Joris. Jongens, Joris. Oké, ik heb me verstopt. Ik denk dat hij me niet kan vinden. Dylan blijft in de vijf. Task. Laat me naar de vent gaan. Yo! Ik denk dat ik goed zit op het gebied van verstoppen. Ik ga gewoon... Doei Axel in Mad Bay. Doe je test, please. Doe je test. Niemand komt hier. Er is zo altijd afgelegen hierboven. De boom Mad Bay is ook... Ja, ik kan niet killen. Ik kan letterlijk gewoon niet killen. Ik kan niet killen. Laat ons dan niet. Ik kan gewoon niet killen, dat is niet eerlijk. Ik kan gewoon totaal niet killen. Mogen we dan de task doen? Hoezo niet? Hoezo niet? Ik word geblokkeerd door weet ik veel wat. Kenzo! Jongens! Oh. Kenzo was jongens het aan het protecten. Ik was nu, op een gegeven moment was ik Dylan aan het protecten en dan was ik overgeschakeld naar Joris toen dat Joris in chase was en dan was ik terug overgeschakeld naar Dylan toen dat Dylan in chase was. En opeens kwam ik Axel tegen. Maar je kunt dat toch maar één keer doen, gewoon nee, om dit is 30 cooldown. Seconden. Ja, ik heb ja, dit is een cooldown. Misschien moet ik die cooldown iets omhoog zetten. Ja jongen, ik kon serieus voor een minuut of zo niet fucking iemand vermoorden. Mijn killknop is dood. Mijn killknop is dood, hoor. Ik ben wel onderhand 50 kilo afgevallen van die chase. Ja, ik wil net zeggen, dat was wel een goede chase. Mijn killknop doet het niet.
Ik vond het funny. Want er zit iemand gewoon te protecten. Ik vind het echt... Dat ik ook gewoon geen stress in dat kast gevolgd heb. Te volgen en dat werkt zo. Ik ook. Het was echt wel angstaanjagend. Maar het was wel goed volgehouden. Ja. Ik vond ook geweldig dat direct iedereen de Kenzo verwezen. Dat was funny. Wat? Ah. Ik was vergeten dat ik... Kom, deel hem, ik wil ook een kusje geven. Yo. Nou, waar is het gebeurd? Ik weet dat het Kenzo is. Ik weet dat het 100% dat het Kenzo is. Ik ben engineer, maar oké. Ik weet 100% dat het Kenzo is. Want ik zie Axel. En ik zie Joris. Mm-hmm. En maar je zag ik ben er ook bij. Axel en Joris. Ja, en ik zag Axel Joris killen. Maar dat zo als je fucking van gedaante shapeshifter was. Zou het heel makkelijk zijn om mij nu Axel te accusen, maar ik heb breincellen. Ik wil dus niet ik stem veel op zeggen, Kenzo. Hè. Thanks. GG Axel. GG Axel. Ik heb misschien te veel bier gedronken, mijn breincellen zijn af aan het sterven. Ja, wat? Shapeshifter zeggen, kut rol. Ja, ik dacht van ja, hier gaan we direct een killeke van maken. Ik dacht echt van, oh, dit is zo obvious als Kenzo het nu deed, want... Ja, ik dacht we gaan eens een keer super piek proberen als mezelf vermoorden. Het was te proberen, oké jongens, we doen het eten weer. Niet zo fucking big brain. Big brain. Ik haat deze, waarom word ik er altijd uitgebreid? Ja, waarom is het ook dan kun je de laatste tijd ook vragen, maar ja.
Sussy. Sorry, dit was toch een fucking geweldig. Ik zweer het. Ik zag aan de ene komst onze Oni-chan. Ik kan aan de andere komst. Ik zie terug Oni-chan. Ik heb Dylan's gezien dat hij bezig was met O2. Ik en Axel gaan naar de volgende O2. Wat wil dat zeggen? Ik kom naartoe met Axel. Axel wordt gekild door een Oni-chan. Dus oh. We voten hem eruit. Lekker niet. Vanaf dat ik u zag, ik dacht direct van... Oh, shit. Hoe kan die daar zo snel komen? Tja. Ah, easy. Hey, stop even met starten, ik wil even mijn punten opdoen. Ja, zo voel het dus. Hoezo, ik heb mijn Miracube gecomplete, maar ik heb geen nieuwe gekregen. Je moet in de gewone store, moet jij bij je jellybeans gaan betalen. Oh, waar is store? Waar is de store? In de main menu. Is dat dit? Wat een koulo. Oké, ik doe het al in mijn menu dan. Is dat de ViewCube? Ja. Oh mijn god, dat zie ik pas. Heb je zelfs nog niks gehaald in de Cube cosmetic? Oh shit. Redelijk zus. Nou, we starten een game. Niet hoeveel ik er heb. Ah, fuck. Kut, joh. Het is ook niks gebeurd ook. Maar wacht eens even, heb ik nu zo'n kut in gatecraft? Volgens mij heb ik geen kut in gatecraft nu op mijn kop. Oké, jongens, wat voor kleur is de tekst boven je? Nee, ik heb niks gekregen. Blauw. Axel, welke kleur was de tekst boven je? Blauw. Ik ben scientist. Joris, welke kleur is de tekst boven je? Die van mij was gewoon blauw. Het is Joris. Het wordt niet, dus Joris is zo fucking stil als fuck. Het is... Oké, Joris. Kan ze maar wassen. Ja, Kenzo, waar was je? Kenzo, waar was je? Ik zag je niet. Ik zag je niet toen Joris Axel kelde. Dat was best zus, man. Dat is fucking zus. Dat is zus. Weg daarmee. Je stil het jullie zijn echt fucking ontzettend, jullie dat een beetje zin. Wow, het was Joris! Ik denk, oké, okay, alles is speciale roze, is een blauw, maar als ik wit zeg, kan ik crewmate zijn, maar ik zat zo te twijfelen. Nee, crewmate is ook blauw, ik heb toch je had moeten zeggen blauw. Het was letterlijk gewoon iets om de imposter te laten stressen. En het is gebeurd. Ja, jij bent zo doof, stil, hij maakt er. Nou, bijna wel. Ik kilde gewoon iemand die naar de dingen rende om de knop niet werd ingedrukt. Is dat dan nog steeds? Hoe nou ging je daarom stressen? Dus dat ik ook een kleur ben je. Wat om blauw moet je zeggen? Blauw. Ik kreeg lachen niet meer zo. Ja, rood. Ik was aan het stressen. Legit. Wat kut. Nee, ik was ook een kleur bij je. Blauw! Blauw! Ja, jongens. What the fuck is hij erin?
Dylan, ik ben daar net aangekomen. Niet fucking stressen, bitch. Ik was de hele tijd. Wat? Axel, wat zei je? Ik ben daar nog gewacht. Heb je me niet gezien of? Nee, ik kom net terug van Lights. Ik kom terug van Lights en opeens zie ik jou daar staan bij je lichaam. Oké, luister. Ik ben scientist, dus ik zag dat iemand dood was. Dus ik zag dat iemand dood was en omdat ik scientist ben, dus ik klikte op de knop. Nice, jongens. Dus ik was de hele tijd... Ik was de hele tijd... bij Lolly-chan. De hele tijd. Ik weet niet door wie dat gekild ben, echt waar. Wacht. Deze killer heeft het goed gespeeld, want ik weet niet door wie dat gekild ben. Dus Joris, jij zegt net dat jij de knop hebt ingeduwd, ja? Ja. Oké, het is Joris. What the fuck, ik had de knop ingeduwd. Kijk, wie de fuck? Joris, what the fuck? Not tegelijk. Wat de fuck? Ik ben scientist en ik klikte op de knop. Ik was er bij de dingen. Ik wil niet veel zeggen, maar dat kan zijn dat het gelijk is dat jij bijvoorbeeld iets voor Joris op de knop is. Ik stond op de klaar om te klikken, want anders zei ik niet dat ik scientist ben. Maar wie de fuck heeft dat lights uitgedaan? Want... Ik heb die gefixt. Nou, Axel die bij een task bezig was. Ik heb lights moeten fixen, omdat niemand daar naartoe ging. Dus ik ging er maar heen. Want ik was bezig met mijn fucking task. Ik stond stil in de gangen, want ik was aan het slowwalken naar Axel. Ja, ik ben Joris verloren na mijn task, dus ik weet niet waar dat Joris naartoe is gegaan. Want ik heb Joris het hele potje niet gezien. Ik heb Joris het hele potje niet gezien. Ik was letterlijk nog bij dingen in de gang, bij jou, Axel. Letterlijk. Dylan, wat waren de gang toen? Ik was bij Reactor helemaal links. Had ik een task en daarna ging Light uit en ik ging verder, want ik denk dat hebben jullie wel. En toen ging ik naar Light, omdat niemand hem fucking had. En daarna ging ik terug naar het midden, naar Admin. En daarna zag ik jou bij een lichaam staan, van die van Kenzo. Ik heb hem niet heftig naar mijn task gezien. Welke rol heb jij dan, Dylan? Ik ben crewmate. Voten. Ik weet al wie het is, ik ga voten. Vote. Joris, als jij hem bent, fucking magnifiek gedaan. Ik weet het niet, het was Axel of Dylan, maar deze killer heeft het goed gedaan. Jongen, ik zat een hele tijd bij Joris. Ik ging zo goed, Dylan, verdomme! Dylan heeft het goed gedaan. Ja, nee, ik was al de hele tijd bij Axel. Ik wist gewoon dat ik de hele tijd bij Axel was. Waarom? Omdat ik geen test deed en ik was gewoon aan het zo wakken. Na mijn test toen ik je fucking verloren, ik zag je niet meer. Oké, welke vraag ik wel echt had, welke rol ben je? Dat is echt een kutvraag. Ja, waarom? Eerlijk gezegd, ik vind dat ook een kutvraag. Als de kids aan mij vraagt, ik vind dat echt een kankerkutvraag. Ja, kun je die gewoon niet meer vragen? Als je de verkeerde rol zegt, dan is ze van, maar die rol ben ik al. Ja, daarom is het een kutvraag. Want als je die vraagt en iemand, of die die antwoordt dan niet meteen, dan is dat het de imposter. Dat heeft een kleine bedreiging erop. Dus die vraag niet meer stellen dus. Ja, niet meer de vraag. En ook niet met welke kleur, want toen had Joris echt gewoon fucking moeten krijgen. Joris ging echt dood. Welke kleur? Welke rol ben je? Je moeder. Joris, ik ben een shapeshifter. Axel, what the fuck, waarom kill je Joris recht voor mijn ogen? Maat, ik ben scientist, dus ik weet precies wat er aan de hand is. Waarom drinkt men, ik ben scientist? Gewoon. Ik weet niet wat er gebeurt. Oké, Joris, Axel en ik liepen heel rustig samen in dat bolletje van licht naar elkaar. En daarna kilt... En daarna kilt Axel fucking Joris. Jongen, ik heb hem niet gekild, jij hebt hem gekild. Maar ik weet, ik... Axel, ik ken u al lang genoeg en aan uw stem te horen, heb jij hem gekild. Oké. Okay. Ik wist niet dat mijn stem veranderde. Normaal zou je agressiever reageren.
Ja, inderdaad. Joris, klink ik anders? Ja. Ja, nu je wel. Je klinkt... Nu wel. Sorry, ik moet zwijgen, ik ben dood. Je klinkt zus. Allee, kom, voor elkaar, ik ben de beslissende factor. Dus we gaan allemaal op Kenzo stemmen, of hoe moet ik dit doen? Ach, ja, we dat hebben gedaan. Waarom vote ik op mijn eigen? Waarom vote ik op mijn eigen? Sam! Kenzo Bush. Als je niet, als jij de beslissende vote bent, Kenzo, skip altijd, want iemand stemt sowieso op jou. Waarom jij bent het? Moet ik even wachten bij fucking game te starten? Nee, fuck jou. Suffer. Nee! Ik denk dat mijn masterplan has worked. Big brain time. Bob, dit zijn killed van zijn eigen bom. Ja. Krat het. What the fuck? Kenzo heeft gewoon een gekke mocap. Ah, what the fuck? Let's go. Jongen, die lijkt echt op, noemt hij nu weer, die fucking zanger. Waarom lijkt het op een tube tandpasta niet naar is uitgekregen? Nee, jawel, nee. Oké, dus nu shapeshiften. Axel, mute je koude. Dit was zo awkward! Ik stond daar! Ik doe een tour, ik denk, oh shit! Letterlijk, het wordt echt zo recht voor mijn gezicht, ik dacht, yes, de keuze is bij mij, dit was echt awkward. Dit was heel erg awkward. Ik vond ook gewoon... Ik zie jou mij killen, op het moment dat Axel zegt even shapeshiften. Yo, ik ben mij veranderd en mij rondjes draaien op mijn lichaam. Ja, want ik ging rondjes draaien op Joris' lichaam, maar dat het leuk toe. Ik ga even wachten, want ik zit direct terug. Oh, wat echt funny. We moeten echt meer man voor het nest. Joris, ik heb jou echt... Ik deed dit zonder zijn lichaam, toen ik hem was. Eigenlijk, ik heb echt medeleven met Joris. Joris is niet altijd de eerste die altijd is. Andere keren was jij, dat niet, maar vandaag is het eigenlijk. Als Roel er niet bij is, is Joris de eerste dat sterft. Joris is gewoon degene die... Nee, jij kiest altijd gewoon de verkeerde om mee om te gaan. Je hebt gewoon altijd slechte keuze. Joris heeft keuzestress. De laatste tijd gaat inderdaad, want ik ben altijd... Ik heb altijd gewoon keuzestress. Eigenlijk meer wij focussen altijd, Joris. Nee, bitch. Ik zei even shapeshiften, dacht ik niet direct van, oh shit, hij is het.
Nee, want ik was de imposter en ik killde Joris. Dus nee. Nee, jij niet, maar Joris, wat dacht ik, jij? Ik weet niet. Axel, ging jij niet pissen? Ik heb gepist. Oh wauw, lekker bezig. Nam je ons mee? Heb je handje ook afgewassen? Oh, nee, ik heb een poel, ik heb wat verkeerds aan. Wat heb ik aan? Ja, iets verkeerds. Ja, nee, ik weet niet wat ik aan heb. Je hebt een boes aan. De boes aan. Ah, even shapeshifter. Ja. Kan iemand mij van deze taak verlossen? Ik ben altijd imposter. Kan iemand altijd mij van deze taak verlossen, alstublieft? Ja, als we je eruit voor. Ik wou net zeggen, dat kunnen we doen. Alsjeblieft. Axel, wil jij? Nou, we wachten dus even. We allemaal Joris eruit stemmen nu. Wacht even. Janjo is heel stil. Ja, ja. En ik stem ook net venten. Ja, oh, dat is sus. Dat is wel sus. Nou. Nice. Ik geef het op. Als hij de imposter zou ik echt zo hard lachen. Als hij de imposter... Nee, nooit. Hier bij de weg. Nooit. Wat? Oeh, kut. Oeh, shit. Axel was not joking. Never do it, nee. Dat is fiction. Daar heb ik geen zin in. Wat? Ik ga al. Nee, hij staat nog op jou te wachten. What the fuck? Ik zoek iemand tijd voor de spanning nog eens. What the fuck? Ben er een vader of zo? Nee, 100% ben jij dit. Ja! Nee! Wat? Ik ging nog op de dingen! Dat even. Ik zag het, ik had emergency meet. Ik ben nu altijd achter elkaar kroegen. Ik ben alleen maar aan het leiden. Ik vind geweldig, de kensel was zo juist aan het valten. Ik dacht, ja, nu gaan we goed. Ja, ja. Ik deed ook echt over de memes. Het leek ons heel logisch, oké? Okay? Ja. De kensel was heel stil. Ja, voor degene die trouwens nog een cosmetica aan het uitkiezen is, get fucked. Jorik, met de poeskens. Nu lijkt het op die ene medewerker die zijn broek is verloren. Jongens, waar de fuck was mijn broek heen? Ik ben ja. Waarom? Oh. Is hij weer imposter? Ja, kom. Oké, Dylan, fuck off. Je gaat dat niet moeten fucking doen. Waarom de fuck heb je de vision zo hard fucking verlagerd? Sorry, ik merk het nu ook pas. Sorry, ik kom wel lachen. Ja, jongens. En sorry, ik kill Joris. En ik moest nog lachen, want ik kreeg mijn dank om mijn lichaam. En ik was van, oh shit, ik ben nog niet gemute. Maar ik ben er terug. Het rare is ook, ik kwam met Joris tegen. Ik ook, ik kwam ineens zo'n Joriske voorbij lopen.
Ik voel... Ik heb een giggel gehoord, ik respecteer je. Ik zo Joriske voorbij lopen. Dus we stemmen, Kenzo. Ik ben heel sociaal. Ik wil dat ik... Ja. Kun je niet protect ofzo. Ik heb te boten, wie de fuck wil ik de... Waarvoor wil je te boten? Ja, misschien de iemand mee met de meme. De enige die dat zou doen is nu dood. Moet ik weer de fucking ogen omhoog zetten of wat? Ja. Zet je ogen omhoog. Enjoy! Zet je oogjes omhoog, bitch. Oh, wie wil er samen met mijn vrouw jurk aan doen? Nee. Waarom bitch. Niet? Huh? Huh? Waarom niet? Je durft niet. Ik krijg mijn cosmetic. Oh, yeah, fuck yes. Ja, sorry. Woesh, man. Ken dus even, kun je halen niet weg. Dat is dus eigenlijk een reden waarom ik niet deze wil spelen met jullie. Met Dylan vooral. Oh, Kenzo neemt het veel te serieus. Nee, maar ik moet weg ermee. Skip gewoon Kenzo, ik ga ook skippen. Wie weet is Kenzo ook en hadden we fucking kunnen winnen, maar het is niet zo. Dat ga ik onthouden. Dat zou het pas echt zijn, jongen. Hey, dus, ik ga niet verder gaan met mijn kabeltjes. Je domme kut, je hebt het nog steeds. Wat heb ik gedaan? 25%! Is dat terugstel? Ja, ik heb heel veel. Dat is te weinig. Wat is dat? What the fuck doe jij hier? Ik ben de schoonmaakdienst. Oh. Ik ben de Lucita Jan. Ik ben hier al 25 jaar werkzaam. Trots op wat ik doe. We houden van het vak. We houden van het vak. Kenzo! Get the fuck out! Oh. Jij bent zo hard imposter, Axel en ik waren samen. Opeens ook Joris. En daarna kijk ik op Vitals, want ik ben de scientist. En opeens is Joris dood. Dus Axel, ik had wel gewoon gelijk. Ik was een seconde bij u. Kijk hè, maar het kan ook zijn dat jij Axel... Dylan... Joris was niet zo lang bij u, Dylan, dus... Axel, je moet beslissen, jong. Sorry, Dylan, maar ik was letterlijk maar 5 seconden... Ben jij... Hoe oud ben je ook alweer, Axel? Axel, hoe oud ben je ook alweer? Merci, Axel, om mij de rest niet uit te stellen, hè. Ja, ik had gelijk. Ik zag hem nog niet. Dylan, ik heb je letterlijk 5 seconden gezien en dan waren we weer... Niet waar, ik bleef bij je. Jij liep van me weg. En daarna zag ik je weer. Jij liep naar onder en daarna zak je weer onder en daarna ging ik naar boven omdat ik Joris zag, want ik hoorde letterlijk Joris dit doen. En daarna ben ik dood. Nee, eigenlijk was het niet omdat ik dood ging. Ik had eigenlijk een geniaal idee. Wat was dat? Ja, dat gaan jullie zo wel zien. Hij gaat een event verstoppen voor de hele game. Nee, luister, dat is geniaal. Kut, tell him zo. Het is Dylan.
Axel heeft een snellere movement speed dan mij. Dat kan alleen een imposter zijn. Wat? Je liep me achterna. Je was snel. Wacht, heb jij dan de movement speed sneller gezet van nee, de... ik heb helemaal niks gedaan, maar hij haalde me in. Dan wil dat zeggen dat hij... Dan nog altijd zo de movement speed hebben. Ja, dus hoe de fuck kan ik u inhalen? Oh. Ik heb goed zitten hebben over. Allemaal dezelfde movement speed. Sorry, ik schip wel. Sorry. Volte, dus fuck you, bitch. Ik ben engineer. Oh, dus gaan we skippen. Ja, ik heb geskipt. Thanks. Het is dus niet gebeurd, oké? Deze vergeten we. Wat zei je wat je was? Engineer. Dit zeg jij engineer? Nee. Too bad. Dus gasten, hoe gaat het allemaal? Lekker chillen? Ja, dat wel. Ik nog niet, maar ik heb zo wel vakantie. Oké, okay, jongens, we lopen allemaal in het cirkeltje. Kom. Iedereen, ja. Waarom loopt Kenzo dan weg? Ach, Kenzo, jij langzame kut. Kenzo, kom maar. Hey, nee, niet zo snel! Oké. Ja. Oh shit, sorry jongen. Oh, sorry. Ik vertrouw weer niemand, hè. Ja, ik ook niet, maar ik hou niet van witte mensen, dus Kenzo is op mijn nummer 1 prioriteit geweest. Blijf ik hier in de hoek stopt, ik vind dit heel eng. Waarom ga ik in dat hoekje zitten? Ik ga mijn thuiskeer doen, fuck ja, jullie. Ik doe het ook. Axel! Axel! Waarom trek ik? Ik zat er gewoon... Weet je waarom? Omdat jij stond iets verder van de hoop en jij doet de kill, jij teleporteert naar hem. Ik zat midden in de hoop. Jij zat niet midden in de hoop, jongen. Waarom is Joris als eerste doodgegaan? Waarom de fuck ik opeens? Fuck is dit alweer? Maat, ik schrok me kapot trouwens. Ik was mentaal klaar aan het doen. En opeens... Kijk, ik was toch bezig in mijn task, dus het ergste is, ik weet niet eens wie het gedaan heeft. Joris, ik geef u 5 euro de volgende keer dat we afspreken als het Axel niet is. Ja, wanneer is dat? Binnen 2 jaar? Nee. Fuck! Als het Axel niet is, hè? Shit! Wat? Ik heb gezegd als het Axel niet is. Ik doe wat tikkie. Je gaat over geld praten tegen de Nederlander. Dat is de grootste fout die je hebt gemaakt. Ja, ik wil het zeggen, dat is niet slim. Maar bij mij weten was ik echt mee midden in ik ben gekild hoop. Door... Op mijn beeld waar het niet midden ik ben gekild door echt gewoon een roze hoepje gewoon. Dat was echt eng. Ik zal met de kleur nog veranderen.